3, 2, 1, 0. Handen omhoog! Hoepel op, Miss Baksel! Voor ons is dit toch meer dan een theatervoorstelling. Ja, want het gaat over echte mensen met echte emoties. Oh, Arno, jij bent de beste, Arno. Er klopt gewoon helemaal niets meer van. Genoeg! Eigenlijk voor het eerst sinds 15 jaar heb ik denk ik gelachen om mijn stoornis. En dat is wel heel erg apart om mee te maken, ja. Ik heb borderline. Iedereen heeft kwetsbaarheden. De een wat meer dan de ander. Stigma. Stichting Borderline is eigenlijk opgezet zo'n 12 jaar geleden, omdat het beeld, het stigma wat op borderline is, nou zo negatief is, dat de stichting eigenlijk daaraan wat wilde doen, aan verbeteren. Dat is eigenlijk de basis waarom het is begonnen. Wij zijn Borderline Airlines en wij zijn er voor u. Ja, sinds ik met borderline bezig ben, zie ik het echt overal. Dat is hetzelfde als dat je bijvoorbeeld een Renault Twingo koopt. Als je hem eenmaal hebt en je rijdt erin, dan zie je ze echt overal. En als iemand heel heftig reageert, dan denk je, jij ook? De Kracht van Beleving die is naar Stichting Borderline toegekomen met het voorstel om een voorstelling te maken over borderline. En dat zag Stichting Borderline heel erg zitten, omdat je dan een positiever beeld van de borderline kan neerzetten. Handen omhoog! Dit is een overval. Oh jee! Dan word ik ook nog overvallen door emotie! Ja, toen ik de voorstelling zag, het eerste wat in me opkwam was toch herkenning. Ik vind heel veel herkenning in het stuk. Ja, dat er al zoveel mensen belangstelling hebben en hier zijn, dat geeft al een heel prettig gevoel. Ja, en ook het is heel los en ik kon er eigenlijk voor het eerst sinds 15 jaar heb ik denk ik gelachen om mijn stoornis. En dat is wel heel erg apart om mee te maken, ja. Mijn eerste reactie op de voorstelling is dat ik verbaasd was dat je het zo uit kunt beelden. Hoe borderline met enige humor tentoon wordt gebracht en dat vind ik heel mooi om te zien. Radio Borderline. Het stuk gaat over Arno en Ferry. En wij gaan met z'n tweeën op zoek naar wat borderline is. En wij gaan daarvoor op een speciale reis naar de planeet Borderline. Ik leef op aarde, maar ik ben van een andere planeet. We zijn interviews gaan houden met mensen met borderline, met ouders met een kind met borderline en met hulpverleners. Nou, het interview wat het meeste indruk gemaakt heeft, is eigenlijk bij een gezin waren wij. En er was een vrouw, zij had borderline. En een hele leuke familie, leuke kerel, had ze 2 schatten van kindertjes. En toen bleek dus dat ze net uit het ziekenhuis was ontslagen omdat ze weer een zelfmoordpoging had gedaan. En dat is een klap in je gezicht. Nou, ik wil nu weten wat borderline is, Arno. Nu? Ja. Ben jij er wel helemaal klaar voor? Ja. Oké. Dan gaan wij nu op een lange reis. BPS staat voor Borderline Persoonlijkheidsstoornis. Het is een vrij complexe aandoening waar heel veel over te zeggen is. Er worden veel boeken over geschreven. Maar in de kern zou je kunnen zeggen dat mensen moeite hebben om hun emoties te reguleren. Dus er wordt ook wel gesproken van een emotieregulatiestoornis. Dus daar waar andere mensen die bijvoorbeeld die vragen, ben je bij de kapper geweest? En dan zou een borderline patiënt kunnen denken, oh mijn haar zit niet goed. En die voelt zich meteen aangevallen. Dan gaan die emoties meteen de hoogte in. Van boosheid of verdriet. En het belangrijkste probleem is dat die emoties weer langzaam naar de normaallijn gaan. Dus het duurt even voordat ze weer daarvan bekomen zijn. En ondertussen gebeurt er weer wat. En dan krijg je dus een escalatie eigenlijk van emoties, van heftige emoties. Ik sta hier vreselijk mijn best te doen, hè, met de beste intenties, maar er is niemand die dat interesseert. Niemand luistert naar mij. En het is alleen uw schuld. Het is geen prettig etiket, borderline. En het is lijden, strijden en het is periodes dat het goed gaat en periodes dat het toch wel door stemmiswisselingen en een hele negatief zelfbeeld is het zwaar. voor andere mensen is het onduidelijk waarom ik vanuit het niets boos word of waarom ik vanuit het niets verdrietig word. In mijn hoofd gaat er van alles om, maar dat kunnen mensen niet zien en dat maakt het zo lastig. Jij wilt mij kapot maken, ik kan je niet vertrouwen, ik weet niet wat jij met me doet. Weet niet wat jij met me doet. Ik vind het heel belangrijk dat deze voorstelling er is, omdat er veel onbegrip is tussen mensen met borderline en mensen zonder borderline. Het is voor iemand met borderline heel lastig uit te leggen wat er in zijn of haar hoofd omgaat. En in het stuk wordt het al voor iemand met borderline uitgelegd. Het is denk ik een enorme aanvulling bij voorlichting. En het is denk ik ook heel goed dat het visueel is, want je kan wel heel veel lezen op internet of in boeken over borderline, maar bij een stukje voorlichting denk ik dat dit heel erg kan helpen om het duidelijk te maken. Dit was de laatste voorstelling in het openbaar en volgens mij zijn er nog legio plaatsen waar ze deze voorstelling kunnen geven. Hallo! Wij zijn de neurotransmitters. Ja, u kent ons niet. Maar u bent vol van ons. We zijn moleculen en we zitten in uw hersenen. Wij brengen boodschappen over tussen zenuwcellen. Ook wel neuronen genoemd. Er werd ook nadrukkelijk gevraagd of wij, op de vraag van wat zou je willen zien in de voorstelling, laat alsjeblieft eens een keer de andere kant zien. Want het beeld wat er heerst, het stigma wat er heerst, is heel negatief. En laat alsjeblieft ook zien dat wij gewoon mensen zijn met een hele andere kant, een vrolijke kant. De DVD is eigenlijk aan de ene kant gericht om mensen een stukje herkenning te geven of te bieden. En aan de andere kant is het ook gericht om een beetje luchtigheid, een beetje de zwaarte ervan af te halen. En dus, maar dat vind ik helpen, vind ik daar niet een heel sterk woord voor. Ik vind het meer ondersteuning, vind ik een prettiger woord om dat te gebruiken. 2, 3, 4. Stigma, stigma, stigma. Wij zijn Ferry en Arno en wij waren er voor u. Was ik nobody, niemand zag me staan. Alsof ik er niet zijn mocht, want niemand keek me aan. Maar toen de diagnose, ineens had ik een naam. Een heerlijk helder stempel, dat geeft mij een bestaan. Stigma,